Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, LSPDUVAL en morgen. En vandaag ga ik op pad met deze zieke Audi R8. Hoe gaan die knippelen? Zo. Nee, ga uit. Zo. Hey, ja, ziek ding. Dit is een Audi R8 zoals ik hem altijd super vet vond. Hij is al in 2013. Ja, ik vind hem super vet. Even denken, bijzonderheden, ja, we gaan anders doen dan normaal. Dit is trouwens politie op je hielen. Voor de mensen die dat niet kennen, we gaan van punt A naar punt B met 5 sterren politie, zonder enige wapens voor mij, zonder, ik mag 1 keer mijn voertuig fixen en ja, ik mag niet de snelweg op. Andere bijzonderheden, in dit geval gaan we niet van punt A naar punt B, maar gaan we van punt A naar punt B naar punt C. We gaan namelijk even een huizentour doen. We beginnen bij het huis van Michael. Zoals jullie Michaels huis wel kennen. Dan gaan we naar het huidige huis, voor mij dan, van Franklin. Want ik heb namelijk nog heel veel vrijgespeeld. Ik heb maar 2 missies gedaan. Dus Franklin woont nog hier bij zijn tante, geloof ik. Dan gaan we naar het huidige huis, of niet het huidige huis, want dan moeten we naar Sandy Shores. Maar dat gaan we niet doen. Een huis waar onze boy, hier zo, Trevor een tijdje verblijft in de single player reeks. En dan vanuit het huis van Trevor gaan wij naar het huidige huis van Michael, of van Franklin, of het huidige, sorry, het nieuwe huis van Franklin, waar hij, als hij eenmaal rijk is, et cetera, zijn huis heeft gekocht. En dat weet ik niet waar dat is. Ik geloof, als we hier omhoog gaan, moeten we hier zo en dan hier is dat. Ik geloof dat het, of hier, hier zo is dat, hier deze. Dus daar gaan we dan heen. Ik zou zeggen, kijk maar mee hoe ik F3 gaat doen, vehicle options, vehicle god mode staat uit, options, hier staat god mode uit. We gaan want level op 5 zetten, we zijn meteen vertrokken. Het kan zijn dat de game crasht, maar we gaan er niet vanuit, we kloppen het even af. Ik ben vertrokken. We gaan met de controller, oh god, deze auto is snel. We gaan met de controller rijden en dat is niet omdat, ik zal kwijt. En niet omdat het sturen niet doet, het sturen doet het wel. Ah shit. Maar ik denk dat ik met deze auto veel meer controle ga hebben met de controller dan met het stuur. En dan vind ik het leuker om verder te komen dan met een stuur te rijden en waarschijnlijk de eerste bocht al eruit te vliegen. Want kijk eens hoe ziek snel dit ding is. Aan de kant. Het is namelijk zo dat... deze auto heeft een topsnelheid. En dat zie je ook met die Audi A6 van de politie. In GTA dan. Kijk, als we hem op 250 km per uur topsnelheid zouden zetten. Daadwerkelijk. Dus dat je in game echt 250 zou gaan. Of ja, niet wij, maar als Ido Sys Games dat zou doen. Dan wat je dan krijgt. Is dat jouw auto mokersnel optrekt. Zoals deze. We zijn bij het huis van Franklin, moet opletten dat ik niet de missie start, we vriezen hem even. Dus wat je dan zou krijgen is dat jij gewoon van 0 tot 250 in, weet ik veel, 5 seconden bent. Maar je kunt dus niet instellen tot die van 0 naar 100 in 5 seconden gaat, van 100 naar 250 in 15 seconden, ik zeg maar iets. Maar hij gaat dan meteen, bam, naar die 250. Dus vandaar, deze kan misschien 300, maar het gevolg is dat hij dan ook echt mokersnel is. Nou, we zijn bij het huis van Franklin geweest, super mooi. Not. Wij gaan nu naar het huis van Trevor. En we moeten echt snel zijn, want iedereen schiet aan klote auto. Nou, we mogen dus niet de snelweg gebruiken. Maar wat een zieke auto, hè? Of chille auto moet ik zeggen. Ja, en ook dat witte kleurtje met die zwarte zijkant, dat is voor mij echt hoe ik gewoon... Kut. Hoe ik gewoon een Audi R8 mooi heb leren vinden, zou ik maar even zeggen. Hij is gewoon ziek, hij is te snel voor iedereen. Maar ze schieten, dat gaat hem nog worden. Mijn ramen zijn al kapot, ze hoeven maar een paar keer goed te schieten door mijn ramen en ik ben er geweest. Nou, huis van Trevor hierboven. Daar verblijft hij in de singleplayer reeks. We gaan een pauze zetten. Voordat jullie nu allemaal zeggen van...
maar wacht eens even. Jij hebt de vorige keer toch in multiplayer gedaan? Ja, dat klopt. Dat is ook veel leuker, vind ik, want dan word je niet beschoten. Dan gaat het echt erom of hun mij echt klem kunnen zetten. Op een, ja, niet legit, want ze mogen gewoon rammen en zo. Maar of, dan komt het op de rijskills aan. En nu is het gewoon rijden, maar je kan ook dood, je wordt sneller doodgeschoten dan klem gezet. Dus dat is wel jammer. Maar goed, we gaan gewoon nu heel snel door naar het huis van Franklin nummer 2. Het tweede huis van Franklin. Niet de tweede Franklin, maar het tweede huis van Franklin wat hij uiteindelijk gaat krijgen. De volgende keer zal ik weer in GTA Online politie op hielen gaan doen. Met dus de mensen, ja, met de politieagenten die mee willen doen. En dan mogen jullie op het einde van deze video kiezen. Ik zal 2 voertuigen neerzetten die jullie kunnen gaan kiezen. Het zijn dus wel standaard GTA voertuigen. Je kunt niet meer kiezen een Audi R8, een Ferrari 538 of 358. Ik weet niet precies hoe die heet. Maar het zal dus de Zentorno, de Ador, noem maar op worden. Maar goed, we gaan nu snel verder. Ik denk dat we vrij snel klaar gaan zijn. Maar ja, nogmaals, ik klop het even af voor het geval dat we dadelijk doodgaan. Daar gaan we heen. Zijn we daar spik en span aangekomen, zullen we nog een ander plekje pakken. Ik denk dat we dan eens gaan naar het huidige huis van Trevor. Die is daar. Maar we gaan eerst maar eens... Ah, thanks Duran. Eerst maar eens hier naartoe. De kogels vliegen ons om de oren. Haha, wegafzetting, boom. Ik rij maar wat, ik kijk helemaal niet meer op de kaart. Ik ga hier gewoon op, joh. Oei. Nou, rechts op. Makkelijk jongens, jullie moeten met beter materiaal gaan komen. Een tank of zo. Anders pakken jullie hem echt niet hoor. Ze zijn er al bijna. Ik ga nu maar gewoon... Of ja, ik moet wel zeggen, ik rij nu naar het huis wat ik altijd in multiplayer had gekocht. Dus misschien rij ik helemaal niet naar het huis van Franklin. Oeh, jullie gaan niet schieten op mij. Rijden, 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 rijden. Hier kocht ik altijd mijn multiplayer huis. Hier rechts. En dan moet het huis van Franklin hier zijn. We zijn er. Oké. Hey, wat we gaan doen. We gaan gewoon nog even lekker door. Want we zijn zo goed. We gaan naar de caravan van Trevor. En die ligt daar. Maar ja, we mogen niet via de snelweg. Dus we gaan hier omhoog en we gaan ons via deze manier een weg banen richting Sandy Shores. Wat ik nu wel ga doen, want ik heb het officieel gewoon gehaald. Ik ga even de politie weer uitzetten. Dan ga ik even alles fixen. Oh, fix en clean. Ja, Michael zat trouwens in de auto, niet... Niet onze boy Wim. Die had vrij vandaag. Die is op vakantie. Ik trouwens ook, als jullie deze video kijken. Of dan ben ik alweer terug, ik weet niet meer. Ja, ik ben alweer terug geloof ik. Maar goed, anyways. Ja, even kijken, clean close. We zijn weer helemaal op 100. Wij gaan hem zetten op Never Wanted. Gaat uit. Ah, en we zitten meteen weer met 5 sterren. Let's go. Daar komt een Zulu. Op het moment dat hij gaat schieten ga ik rijden hoor. Kijken, kijken, rechts. Au. Stop zelf je wordt man. Ik ga het niet stoppen voor jou.
Oh, daar komt de Marge C met dikke gepantserde G-klasses. Dat is normaal, ik schiet er gewoon niet op jullie. Ik zal eerlijk zijn, ik ga terug en ik ga verder. Hoppa! B-klassetjes, G-klassetjes, alles zit achter mij aan je. Maar niemand krijgt me te pakken. Met deze zieke Audi. Dan moet ik zeggen, ik heb me ook wel een beetje opgevoerd hoor. Ja, opgevoerd, ik heb wat andere remmen eronder gezet. Ik heb wat een spoiler erop gezet natuurlijk. Alles gedaan om gewoon een zieke Audi te laten worden. Ik kan ook nog het dak eraf halen. Maar ik weet niet in hoeverre dat echt verschil maakt. Maar ik dacht van ja, dat wordt misschien sneller in mijn hoofd geraakt. Even kijken, we zijn er ook alweer bij. Die Audi is gewoon niet normaal snel. Ik heb het zo lang niet meer gespeeld dat ik gewoon weer pro ben geworden. Ik ben nooit pro geweest, dus ook niet weer. Maar ze zijn gewoon slecht vandaag. Ik denk dat het ook hun vakantie is. Of dat de auto gewoon zo snel is dat GTA niet eens kan schakelen, zeg maar. Je mag hier 50. Wij gaan 150, 250. Ai. Dit is wel een KUT weg. Want hier komt echt alles op je af. Ha. Dat moet je trouwens echt gewoon standaard doen hoor. Als ze op je afkomen rijden, gaan hun naar rechts, ga je naar links. Oeh, deze. Niks gezegd. Hij kent mijn video's, hij snapt dat gewoon. Oeh, de crash die. Zo, daar zijn we weer. Ja, we gaan gewoon nog even die laatste paar honderd meters even pakken. Want ja, we hadden het makkelijk gehaald. Daarna zal ik nog even een rondje gaan rijden. Maar in principe, ik zag net al 11,5 minuut bezig zijn. Met de intro, et cetera. En misschien al 12 minuten. Dus altijd op het moment dat een video meer dan 10 minuten duurt. Denk ik dat jullie ook wel weten dat ik het gewoon gehaald heb. Duurde de video 5 minuten. Dan weten de meeste mensen wel of ik wel heel snel klaar geweest. Maar ik denk dat de meeste mensen eerder denken van nou, die is ergens dood gegaan. Dus we zijn er. Hier zo. En we gaan nu gewoon wel even rondjes rijden. Totdat ik dood ben of totdat ik denk van ja, dit is echt te makkelijk. Oh, sorry hond. Ik vind honden altijd zielig. Die moet je niet kapot maken. Of dood maken. Ik ga jullie nu alvast bedanken voor het kijken. Als jullie een leuke video vonden. Ja, dat was super makkelijk. Volgende keer. Zometeen. In beeld. Dus als je dat wil, als je wilt stemmen, zeker even stemmen. Jullie weten hoe het gaat, de naam van het voertuig, ik heb al twee in gedachten. Dus jullie gaan het zien. Nou, even de naam van het voertuig wat eronder staat in de reacties plaatsen en de meeste stemmen die winnen voor de volgende politie op je hielen. Ja, we gaan even naar vliegveld. Einde van de video kunnen jullie stemmen. Nou, jullie gaan nu...